We zijn een club met zowel prestatieteams als met breedte sportteams. Dus je komt hier voor de voetbal, maar ook zeker voor de gezelligheid. We hebben een goede, grote, gezellige kantine. Daarnaast zijn er allerlei nevenactiviteiten die worden georganiseerd. De jeugd voetbalt in ieder geval op woensdagmiddag, dat is de jongste jeugd, en op zaterdagochtend. En verder door de week 's avonds uiteraard, dat zijn zowel jongens als meiden. De senioren uiteraard op de zondagmiddag, want we zijn een echte zondag voetbalclub. Onze eerste team speelt in de derde klasse op dit moment. Van de tijd is er van alles bijgebouwd, omdat de vereniging groeit. Ook steeds meer mensen uit Almelo worden lid van onze vereniging. Denk met name aan de wijk Markgraven, Almelo Noordoost. We zijn op dit moment dan ook aan het kijken naar verdere mogelijkheden om te verduurzamen. We hebben al veel zonnepanelen, maar de nieuwe langzaam richting ons 100-jarig bestaan. Dat is in 2029. En het bewijs dat de vereniging nog steeds leeft, blijkt wel uit het feit dat er steeds meer jeugdleden zijn. Naast mij zitten echt de jongsten, echt op zaterdagmorgen de minis. En dat is echt onbevangen, lekker voetballen. Plezier hebben, niet te veel regels nog, een veldje dat redelijk groot is, zodat de bal niet elke keer uitgaat en dan lekker spelen, plezier maken. En dat de kinderen op een van de trainingen hebben van ja, ik wil volgende week weer komen. We hebben meerdere leeftijdsgroepen waar we dan wel misschien meer het accent in leggen. En waar je meer wedstrijdvorm in legt al en waar je toch iets meer legt op nou, kleine technische dingen al. Maar met name ook het eerste uur vandaag staat echt bekend om plezier, plezier, plezier. En dat een beetje gecombineerd met sommige dingen toch leren. Nou, dan hopen we dat de kinderen op een leuke manier naar huis gaan. En dat ze er elke woensdag weer komen. Even wachten, Jurie. Wadim. Even afmaken, Wadim. Goeie bal. Nou jij, weet ik al. Goeie redden, keeper. Yeah.